Ja, daar zitten we normaal altijd. Hallo jongens. Hey, Jari. Welkom. Leuk jullie hier te hebben. Dit is dus de woonkamer. En daarachter een slaapplaatsje, een parretje en televisie. Alles is gewoon prima geregeld, denk ik. Ja. Cool, ik ben benieuwd. Wat vinden jullie van vanmorgen? Morgen. Ik verwacht dat het 4-0 gaat worden. Zo jongens, jullie hebben nu wat mogen kijken. En de bedoeling is dat wij nu zelf gaan naar een beetje proberen. Met jou. Ja jongens, we hebben een keeper nodig denk ik. Dit is hem hoor. Heel goed zo. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik denk dat jij morgen spelen kan, hoor. Nee! Ajax, hup, rood-witte scharen, dappere strijders, vier en koen. Geen club die ons kan evenaren, rood en wit wordt kampioen. Jongens, wakker worden. Hé jongens, wij mogen die stadion klaarmaken voor de wedstrijd. Ja, is prima. Juste opeiling, ja, het is het doelpunt voor Ajax. Het is de eerste voor Frenkie de Jong en het is een ongelofelijke blunder van Bijlo. Kopbal, ja, nu is het Tadić die het wel doet. Je zit gewoon met Jari Liedmanen om in voetbal, grootheid, over voetbal te praten. Zie je dat, het is bizar. Mooi man, echt heerlijk. Eén woord. Briljant. Fantastisch.